Wat is nu een balans in je jaarcijfers? Nou, de balans is een soort van fotomoment en geeft weer wat op dat moment je bezittingen en je schulden zijn. Je bezittingen, de actiefzijde, de debetzijde, die staan aan de ene kant. Denk bijvoorbeeld aan wat er op je bankrekening staat, aan je openstaande posten naar klanten toe, dus je debiteuren. En aan de schuldenkant, denk bijvoorbeeld aan de openstaande posten naar je leveranciers toe, wat jij nog moet betalen, je te betalen btw, een lening die je hebt uitstaan. En dat geeft per saldo weer wat jij op dat moment als ondernemer hebt. Ik heb even een voorbeeld. Dit is een voorbeeldbalans van een onderneming. Hier heb je aan de actiefzijde de bezittingen van deze ondernemer. Dus bijvoorbeeld de inventaris, wat er op de bankrekening staat. De openstaande posten naar de klanten toe. Maar ook de voorbelasting van de btw, dus wat nog terug te vragen is. En aan de andere kant, de passiefzijde, zien we de schulden. Bijvoorbeeld wat er nog af te dragen aan btw is. De openstaande posten naar leveranciers toe. En in dit geval bijvoorbeeld een lening.